Ja, ik heb echt serieus de raarste bestelling ooit geplaatst. Gewoon ooit. Ik ga het straks met jullie doornemen. Ik dacht, ik doe het gewoon. Knol Power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen. En ik deed zojuist de rolgordijnen omhoog. En het is knijters mooi weer. Dus we willen heel graag naar buiten. Marjan en ik gaan allebei een ander vervoersmiddel meenemen. En ik weet al welke ik ga kiezen. Ik ook. Ja? Ja. En dat is? Nee, die ga ik kiezen. Die ga ik kiezen. Jammer, ik heb eerder gekozen. Nee. Ik heb eerder gezegd, shotgun dips. Wat? Shotgun wat? Shotgun dips. Dips? Ja, ken wat, je dat niet? Wat is dips? Ik snap wel shotgun. Nee, dat ken ik niet. Oh, dat ken ik niet. Nee, dat ken ik niet. Nee, dat ken ik niet, jong. Dikke chanderenverzameling, ja, ja. Hey, wil je ook maar kouden, hè? Nou, doe maar ook maar een lekker kouwgompie, ja. Eén of twee. Doe maar, gooi maar even lekker eentje op, zo. Goed gooien, hè? Ja. Oh, lekker hoor. Oh, mooie brommer. Ik zal die brommer dus even aantrappen. Hoe hard ik ga? 50 km per uur. Ja, en jouw bord gaat 40. Dus ja, ik heb wel een beetje zachte banden inderdaad. En jij kan geen bochten maken. Ik vind dit zo lekker om te doen, dit zo. Wow, wow. Ik kopte bijna een paal. Het gaat zo hard, hè? Niet normaal. Het is echt sick. Oh, jammer. Die rem moet ik strakker instellen. Dan kan ik helemaal zo slippen. Zo. Je probeert nu ook een wheelie daar of zo. Of ja, ik deed een wheelie. Ja, zullen we een wheelie proberen? Ja, doe maar. Die was echt goed. Oh, die was echt goed. En meestal als het goed gaat, dan moet je daarbij laten. Marjan en ik hebben een beetje een vast ritueel dat als we wakker worden, dat we dan lekker even koffie gaan drinken. Nou, ja, dat gaan we nu ook doen. Oh, lekker smikkelen. Oh, lekker hoor. En als we dan koffie aan het drinken zijn, met een prachtig figuurtje. Ik heb een tulp, jij hebt iets van een blaadje. Dan ook maar meteen even wat lekkers smikkelen. A few moments later. Dit is ook Enzo. Denk je gezellig eventjes koffie te drinken? Is hij spelletjes aan het spelen? Nee, is voor jou. Ik vind het gezellig. Ja, vind je dat gezellig? Nou, je reageert de mensen wel als ik tegen je praat. Ja, ik kan wel twee dingen tegelijk. Soms. Veel mensen denken van niet. Maar soms wil ik het ook gewoon niet horen. Nee, klopt. Dan zet je je oren gewoon uit. Dan doe ik gewoon alsof ik het niet hoor. Dan praat ik, vraag ik 3 vragen, krijg ik geen antwoord. Denk ik, oké, laat maar. En dan zeg ik iets grappigs of zo. En dan is het meteen... gaat u meteen reageren. Ja, leuk hoor. Ja, leuk hè? Ja, leuk hoor. Ik vind het gewoon even lekker ontspanning. Ik wil even wat eten, koffie drinken, spelletjes spelen. Even ontspanning. Ja, snap ik ook. Moet je ook hebben. Dat meen ik. Okay. Heb ik ooit gezeurd omdat je een spelletje aan het spelen bent? Heb ik ooit gezeurd omdat je een spelletje aan het spelen bent? Heb ik ooit gezeurd? Ja, du hast ja am gezeurd, ja. Nee toch? Nee toch? Nee, je hebt nog nooit gezegd, doe die telefoon eens weg, wat ongezellig. Nee. Nee. Dat is goed, hè? Dat is goed, hè? Ah, dat is super. Dat is super. Super. Nou, doe nu die telefoon maar even weg. Enzo kent 1 Duits zinnetje die hij ooit zelf heeft verzonnen toen hij 3 was. Toen ik 3 was? Weet ik veel. Hoe oud was je toen je dat zinnetje verzon? Volwassen. Zeg hem eens. Vol passie. Vol passie, kom op. Nee, nu doe ik alsof ik het niet hoor. Zeg hem eens. Dat is niet kataan, kamoes! Ja, goed. Ja, iedereen kijkt goed. Oké. Nou, camera weg. Die was wel vol passie, inderdaad. Ja.
Wat zeg je nu eigenlijk? Ik weet het niet. Ik heb dat ooit bedacht en iedereen gelooft dat het goed Duits is, maar het is helemaal niks. Nou, ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat geloven. Iedereen gelooft het. Ja? Echt waar. Ja, als ik had gezegd Hasnika Tanika Moesen en ik had gezegd wat is dat in Duits, dan stonden reacties voor met wow, wat heb jij een goed accent. Nou, ik ben benieuwd wat mensen denken dat je zegt. Jij weet het, hè? Zo, dus jij weet het, hè? Dat doe ik maar naar de achterkamer. Jij weet het, hè? Nee, ik heb geen flauw idee wat ik zeg. Oké, nou dan mogen mensen een invulling maken van wat ze denken dat je zegt. Hasnika Tanika Moesen. Ik heb geen idee. Ooit bedacht en het klinkt leuk. Trap die twee takt weer in, maar. Poh, wat loopt die mooi, hè? Oh, loopt super stationair. Zet hem eens even in die eerste versnelling. Oké, klaar. Let's go. Hij is helemaal moe. Hij is helemaal moe. Hij zegt, wel voorzichtig, hè? Hij heeft zijn voeten zo omhoog terwijl hij stepjes op zit. Ja. Hey, wel remmen, hè? Mag ik ook een rondje? Ja, tuurlijk. Wel remmen, hè, jongens. Ja, ik kan rijden. Yo, en hij is uit. Hey, thanks, man. Het ziet er zo wankelig uit. Ja, bij jou ziet het super smooth uit. Ik zit helemaal te jumpen, wielen zo. Ja. Bij hun is het recht door al. Het ziet er veel beter uit zo. Ja, deze kan wel rijden. Ja, ik kan goed rijden. Dit is wel de nieuwe Rossi. Maar weet je wat het is? Ik wil heel graag iedereen altijd laten rijden. Maar ik ben dan wel een beetje bang dat er wat gebeurt. Ja, want het gaat echt hard. Oké, op politie. Ik kijk eerst die kant op. Ja, ja, ik kan Willy. Wil je Willy zien? Ja, wij gingen zo uit. Ja, man. Oké, in de lift met Jesse en... Oh, hoe heet hij? Brand. Brand? Yes. Serieus? Ja, echt. Gewoon brand als gewoon er is brand. Ja. 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 Serieus? Ja, echt waar. Oei, joh. Dat zeggen mensen altijd. Ja, het is ook echt een vage naam, maar wel echt keihard. Brand, oké. Okay. Het lijkt op een hotel. Het lijkt op een hotel. Nou, je mag alles lekker zelf gaan doen. Het is geen hotel. Ze lopen ook zo naar binnen. Ja, nee, loop maar verder, loop maar verder. Ik zal hem even voor je starten, Jesse. Dan kan je even een rondje rijden. Ik kan ook nergens heen. Nee, je kan zo'n rondje. Oké. Ik liet er net kinderen van 13, 14 op rijden en die deden het beter. Ja, maar die zijn kleiner. Ja, dat is waar, dat is waar. Wat er nu op dit moment gaat gebeuren is dat ik ga meedoen aan een serie die Jesse heeft op zijn kanaal. En dat is het vragenrondje. Dus er worden allemaal vragen op mij afgevuurd en ik ben benieuwd of ik het ga overleven. Kom goed. Kom. Doe rustig aan met vragen. Nee, zeker niet. Ik ga alles vragen. Alles. A few moments later. Dit is echt geniaal. Check trouwens wat voor keiharde jas ik heb gekregen. Dit is gewoon een jas van bezorgingdienst, maar... Knolpower! Oh yo, ik schrok gewoon. Yo, gast. Yes, vlogception. Yay. It's crazy, bro. Hard. Altijd al willen vloggen in de vlog van Enzo Knol. Hey, je hebt altijd al willen zien hoe ik vlog. Ja, nou ja, wel eigenlijk een beetje hoe ik had verwacht. Ja, hè? Gewoon een camera in je hand en zo. Gewoon normaal. Oké, cool. We zijn bezig met een TikTok. En dit is het leukste gedeelte, want ik mag gewoon Jesse gewoon in zijn gezicht slaan. 3, 2, 1.
Waar is het geluid? Ja, het geluid. Hoi, joh. Ik heb wel gewoon goed gedaan zonder geluid. Ja, dit is wel hard. Ik heb dus een account op TikTok en die is geverifieerd. Ik heb 45.000 volgers, maar ik heb er nog nooit wat mee gedaan. Maar als ik nu zie hoeveel lol ik heb met Jesse en met Brand in een TikTok maken, is het wel echt keihard. Dat is echt leuk. Dus mochten jullie me nog niet volgen op TikTok, check mijn TikTok. Want ik denk dat binnen nu en gewoon een paar dagen mijn TikTok gewoon gepost gaat worden. Dit is een beetje standaard als je met de auto op pad gaat, maar je weet niet waar je heen gaat. Dus je hebt geen doel, geen eindbestemming. Ja, dan ga je al gauw even langs de Mac. Ja, ja. En dan bestel je een broodje hamburger zonder hamburger, ja. Zonder augurk en een cheeseburger zonder kaas. Ja, ik heb echt serieus de raarste bestelling ooit geplaatst. Gewoon ooit. Ik ga het straks met jullie doornemen. Ik dacht, ik doe het gewoon. Ja, Jesse zei, ik trakteer. Nou dan, ik denk, nu ga ik los. Moet je straks kijken. En deze jacket is trouwens echt super vet, man. Heel erg bedankt voor het cadeautje. Alsjeblieft. Ja, ik vind deze jacket echt heel tof. Hi. De cheeseburger echt zonder kaas? Ja, de cheeseburger zonder kaas. En de McChicken zonder kip? De McChicken is zonder kip. Ja. Echt om zeker te weten. Nou, dat bedoel ik dus. Het is een rare bestelling. Check dit, mensen. Een hamburger zonder rundvlees, zonder augurk. Kijk. Ja, besef dit gewoon. Dit is gewoon een plakje brood met saus. Dankjewel voor de tractatie. Ja, kijk, weet je, als je zoiets bestelt, dan vraag je je toch af waarom je nog geen Lamborghini hebt. En we hebben hier de McChicken zonder kip. Oftewel, een broodje sla. Maar dit is gewoon gezond. Ja, super gezond. We hebben ze net hebben echt heel rustig gereden naar de Mac, omdat de auto nog een beetje warm moest worden. Maar nu is de auto warm. Mm-hmm. Wow, hey. Holy shit. Dit is erger dan de achtbaan. Dat was leuk, hè? Ja. Zal ik het niet meer doen? Hou je vast! Oh nee, Enzo, nee. Holy shit! Holy shit! Ja, zeker. Ja, niet gaat zo. Gaat het weg na 10.000 keer? Gaat het nou echt in, op die paal eerder? Is dit het eind? Ja, maar dit is wel echt een van de leukste reacties die ik ooit heb gehad op mijn auto. Ja? Ja, serieus. Holy shit. Ja, nee, maar ik overdrijf nooit voor video's of zo, maar dit was crazy. Oh shit. Nee. Word je nog wel eens geflitst, joh? Zo. Ja, mensen willen best wel vaak op de foto. Hoeveel kost kots in jouw auto? Ja, we zaten dus een keer in de Uber. En toen waren ze van, ja, wat gebeurt er eigenlijk als een van ons niet kots? We waren best wel een beetje aangeschoten. Ja. En toen was hij zo van, ja, wat zei hij nou? 300 euro cash? Gewoon? 300 euro cash of 400 euro overmaken. Serieus? Ja. En wij zeiden van, oké. Toen de Uber-driver daarna, daar was het volgens mij 250 of zo. Echt? Dus de Uber-drivers hebben gewoon een lijst van zoveel kost het als je gaat kotsen. Nou ja, ik vroeg dus laatst aan een, toen ik laatst gewoon overdag in de Uber zat, vroeg ik van, ja, doe je dat ook? Of zei hij van, oh nee, dat mag ook helemaal niet eigenlijk. Oh echt? Zeg maar, je kan wel een soort van geld geven als je in iemands auto kost. Van, sorry, weet je wel. Ja. Maar niet eigenlijk. Eigenlijk hoort het allemaal via Uber te gaan. En zij krijgen gewoon geld. Soort van, zo. Dat was het avontuur. Ik toch wat frisser die auto in dan eruit. Ik ging wat frisser die auto in dan eruit. Die houden we erin. Hey, leuk om je eens te ontmoeten. Zeker. Tot volgende keer, rustig aan. Nu kunnen we zeg maar, als we elkaar ooit in het openbaar tegenkomen, kunnen we zeggen naar elkaar toe alsof we elkaar al jaren kennen. Ja, precies. Hey, yes, lang niet gezien, alles goed, alles flex. Oké, okay, cool. Precies. Rustig aan, man. Yes. Hey, fijne avond nog. Nice. En ik zie wat je hebt gedaan. Je schoenen matchen met je hoodie. Duh. Hey. Dat zoet wordt en met jouw pet, hè. En met mijn pet, ja, besef. Rustig aan. Oké.
En dan zit ik weer in de auto. En dan is eigenlijk de vraag, wat nu? Want ik had verder niks op de planning. Ik had gewoon de hele dag gewoon zeg maar vrijgehouden om de video op te nemen met Jesse voor zijn kanaal. En zelf, ja, geen idee. Maar zij gaan er vandoor. Ze moesten ergens heen voor uit eten. Dus ja, wat te doen de rest van de avond? Het is nu 6 uur namelijk. Ik heb werkelijk waar geen flauw idee. Oké, dit is wel echt nice. Milan die stuurde een appje. Yo, ik ben net een uurtje thuis. Ik weet niet of je vanavond nog wat gaat doen. Nou, ik heb toevallig net tegen jullie gezegd niks. En dat heb ik ook tegen Milan gezegd. Dus we kunnen langs bij Milan. Gezellig. En het is wel grappig. Ik heb nu net getankt. En zo'n man die vroeg aan mij van verhuren jullie die wagens? Dus ik dacht even, ik zei nee, dit is mijn auto. Oh, dikke bak man. dankjewel. Het is nog steeds onwerkelijk. Ik blijf het zeggen, misschien word je er op een gegeven moment strontspuugzat van. Dat ik maar blijf zeggen, ik ben zo dankbaar en dit is zo ongelooflijk dat ik zo'n auto kan. Het is echt serieus zo mensen, het is zo fucking bizar. Sorry voor mijn taalgebruik. Maar het is zo dik. Dat ik snap dat het moeilijk is om te geloven. En voor mij ook. Dat ik op zo'n jonge leeftijd deze auto rijd. What the heck. Zo, zijn we bij Milan. Laten we eens even kijken hoe het met hem gaat. Je bent de lamp in elkaar aan het zetten. Ja. Zo. Ik heb er alleen niks van. Wat zie je er vet uit vandaag, man? Ah, slijmbal. Echt vet. Gewoon helemaal knopoude trainingsjacket en broek. Ja, ik dacht combo. Alles goed verder? Combo breaker. Je hebt een mooie lamp gekocht. Ja. Goed. Kun je alleen op kracht zetten, want zoals deze van deze ding krijg je dan meegeleverd. En dan doe je 3 keer dit en dan zit er geen randje meer aan. Ja. Dan is hij doorgedraaid. Ja. En deze is niet doorgedraaid, maar ja, dat is de kleine kant. Dus. Net zoals mijn vlogs. Doorgedraaid! Oké, ik ga je helpen. Wow! Wat heb je voor lamp gekocht, gast? Ja, dit is zoals je naar de kapper gaat. Ja. En je hebt zo'n ding. Mag ik eens doen? Ik wil dat graag doen. Nee? Ik wil dat graag. Nou, oké. Okay. Kijk, en dan doe je je haar zo. En dan moet je zo wachten. En dan ga je ondertussen tekening. Ga dit iets meer in? Klinkt goed? Oh, wacht, ik heb een beter idee. Oh, dat is vaag. Oh nee. Oké, okay, dat doet wel pijn. Maar wat heb je voor lamp gekocht? Oeh, ja. Hard. Deze ziet er wel heel cool uit. Ja, deze is heel vet. Moet je dit zien? Ja, graag. Die heeft helemaal blauwe spikkels. Dat is echt heel cool. Ik hou van spikkels. Zit er niet in. Echt wel. Geprankt! Oma, je bent geprankt! Ja, dat filmpje is echt lachen. Gaaf. Was die duur? Nee. Gewoon een normale prijs. Wat is een normale prijs voor een lamp? Nou, 8 euro? Zoiets. Zal ik stekker erin doen? 1, 2. Wow! Hij geeft niet heel veel licht, maar hij is wel cool. Ja, kijk hoe vet. Ja, dat is wel echt heel cool. Hij geeft niet heel veel licht. Nee. Ja, dan moet. Wacht, ik doe dit licht wel eens uit. Klap ze in je handen. Wow! Ja, hij is wel mooi. Zeker. Zie je? Dat is cool. Dat is wel cool. Wow. Ja, dat is 8 euro of zo. Dat is niet zoveel voor zo'n vette lamp. Klap ze in je handen. Nice. Oh, wat sick dat je dat kan. Nou, mooi ja. Hey Milan, ik wil eigenlijk even iets met jou opnemen. Als ik hem voor een lol ga zo. Klap ze in je handen. Stop! Hey, doe maar even! Toets het! Hey, nice. Wow. Dat is gaaf. Oké, klap ze je handen. Ja, hij deed het niet. Nee. Oh. Doe nou! Ja. Hey, ik wil graag iets met je opnemen, want ik ga binnenkort de TikTok starten. Geen tijd voor. Jawel. Hoeveel volgers heb jij op TikTok? 45.000. Ik heb er 770.000. Ik heb geen tijd voor jou. 770.000? Ja, ik heb geen tijd voor jou. Doe jij aan TikTok? Ja. Serieus? Ja, dat is geen grap. Ben je ook geverifieerd? Ja, Milan Knoller.
Echt waar? Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, ik heb geen tijd voor jou. Je hebt te weinig volgers. Zo high class. Van, nee, ja. ik wil niet samenwerken. Ik heb te veel abonnees. Nee, ik ben heel druk met een campagne. Oké, Milan, ik ga samen TikTok opnemen. Ja, leuk. Alleen moet ik even uitzoeken welke. Dat ga ik nu doen. Ik ga even inspiratie opdoen. Ik ga gewoon scrollen en dan zie ik wel. Ik doe iedere week eentje. Ja, serieus? Ja. Cool, man. Vet. Maar wil je even... Ik ga jou volgen. Hoeveel... Hier. Ik volg niemand, ik heb 0 likes, maar ik heb wel 46.500 volgers. Wil je even helpen? Helpen? Nee, dat doe ik niet. Toe. Je wil me ook niet helpen met een TikTok. Oké, okay. In ruil voor helpen doe je TikTok. Oh, wat dan? Heb je het lastig? Ja. Sta je er aan bij? Klopt. Probeer daar maar eens mee te lopen. Dat is zwaar. Moet je even helpen? Ja, komt goed. Ik heb ondertussen een TikTok gemaakt samen met Milan, maar hij is echt super simpel, eenvoudig en eigenlijk niet zo heel erg leuk. Dus ik ga hem geen eens plaatsen op mijn account, maar ik ga hem wel aan jullie laten zien nu in de vlog. Oké, cool, dat was hem. Kort maar krachtig. En wat er geplaatst wordt op mijn TikTok account, dat is wel iets leuker, denk ik. Niet altijd. Hangt er vanaf. Soms scroll ik door TikTok en dan heb ik soms geniaal en soms mooi. Maar goed, jullie zien wel wat ik allemaal op plaats. Het heet in ieder geval gewoon @EnzoKnol. Dat is het geverifieerde account. En ik heb nu 45.000 volgers. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel dat is na deze vlog. Dus volg me allemaal op TikTok. Ondertussen gaan we even kijken bij Milan. Die is gewoon eten aan het koken. Dat gaat je goed. Ik ga gewoon bij Milan avond eten. En wat eten we? Avondeten. Ei. Nice. Geen zin. Nee, maar niet uit. Ei is lekker en simpel. Nice, man. Ziet er goed uit. Heb je ook ketchup? Kijk, deze zit vast. Kijk. Ja, ik zie het. Stop! Pas nou maar op. Stop! Je hebt echt koude veel saus. Curry. Ah, ketchup. Ah, tomaatketchup. Nice. Ja, moet je even kijken naar de datum. Kijken naar de datum? Ja. 05-2020 is nog goed. Nice. Mijn is 0592. Doe nu een jeet dan. Ja? Ja, jeet. Oh! Oké, ik leg hem er wel goed op voor je. Dit is een gezichtje. Ja, inderdaad. Nou, Milan, bedankt voor het avondeten. Ja, ik vind het helemaal top. Jeet. Nice. Schattig. Leuk, man. Ik wil nog een toetje voor je, dat zit daarin. Oh ja, dit is het toetje. Dit wordt wel echt lijp. Toxic waste. Weet je, ik ga het toetje nu al nemen. Dat zou ik niet doen. Toxic waste. Hoezo niet? Nou, dat is heel, heel, heel zuur. Ja? Ja. Waar komen die snoepjes vandaan dan? Van een fan. Moet het nog zuur worden ofzo? Of? Niet een koelen. Nee, serieus. Echt? Ja. Wow, heftig. Ja, ik kan het niet op. Dit is het gewoon? Ja, dat is het. Ja, je hebt wel verschillende smaken, man. Echt? Probeer ik deze wel. Oeh, die is blauw. Is het niet zuur? Ja, het is wel zuur. Maar... Oeh. Ben je zuur, hè? Oeh. Eindelijk, hè? Oeh, deze was heel zuur. Heb je liever wit brood of bruin brood? Wat? Wat doe je? Mijn tafel doet dat soms. Wit brood of bruin brood? Ja. Wit. Waarom? Mijn mama zegt dat ik bruin moet nemen. Ja. Vind ik minder in. Een beetje voor je stoel gaan. Stoelgang? Stoel. Stoelgang. Ik kom weer terug, de grap is gemaakt. Mensen lagen stuk, ik kom er weer aan. Ik ben aan het echt terug. Oh, uit het niets. Waarom staat dat daar ook? Nou, de postbezorger is weer thuis gekomen. Kijk me even lekker chillen in bed, zeg. Oh, wat is dit heerlijk. Ik heb hier een paar lekkere M&M's. En ik heb hier de laptop met een serie. En ik ga even lekker genieten en dan ga ik straks slapen. Morgen namelijk een lange dag, een hele toffe dag. Hopelijk ben je er dan bij. Zorg dan dat je morgen weer terugkomt naar mijn YouTube kanaal. Maar als je op de hoogte wil blijven, echt van alles, zorg dan dat je abonneert hier beneden. Vergeet niet op dat belletje te klikken, zodat je alle meldingen krijgt wanneer er een nieuwe vlog online komt. Ik hoop dus jullie morgen weer te zien om 4 uur. Bedankt allemaal voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette, peace.
Knol Power!